Achilles 1894. De ploeg die onder de streep staat in de hoofdklasse C. Thuis tegen de koploper. Biekwik 1887. Dit is de tweede minuut. Dit is een goed schot. Maar die belandt op de paal. En dan is het Klaasens in de rebound. Maar die bal wordt van de lijn gehaald. Een grote kans was dit, zeg. Voor Achilles 1894 via Toufik Farahouni. En wat was hij dichtbij de openingsgoal. En daarna dus Remy Klaasens. Maar Biekwik komt daar goed weg. Djababu. Oudspeler van Achilles 1894. En dan is dit Fabian Stevens. Balletje terug op Jelle van den Berg. En die verslikt zich dan in Thomas Kareman. En Kareman, ja, dat is een speler met kwaliteiten, dat weten we. En hij probeert het. En die poging had een beter lot verdiend. Corner dan voor de thuisclub. Boering, de doelman van Biekwik, zit erbij. En dan de omschakeling bij Biekwik. En de omschakeling bij Biekwik is gevaarlijk. En de gasten weten ongetwijfeld dat Achilles in de omschakeling ook te kloppen is. Komt hij een kans? Nee, uiteindelijk niet. Omdat er goed verdedigd wordt door Tim Michelsen. Na het schot van Gino Fokkens. Weer Fokkens. Weg voor Biekwik. Grote kans. Bang maar. Keert. En dan in de rebound. Toch de goal. Het is Fabian Stevens die hem maakt. En na 24 minuten spelen komen de gasten op voorsprong. Bangma eerst nog keurig reddend op het schot van Fokkens. Maar is kansloos deze inzet van Stevens. 0-1. En Achilles, dat vorige week zo goed speelde tegen Silvolde, daar niet beloond werd, verloor met 2-1, staat weer op achterstand en is dan even de kluts kwijt. Bijna wordt het 0-2. Maar wie is het? Bangma, die keert ditmaal op een inzet van Ahmed Abdallah Al-Mahdi. Tweede helft. Met Kareman, die moet eigenlijk de bal voorleggen richting Raymond Schutte, maar besluit zelf te schieten en stuit op Boering. Grote kans dus weer voor Achilles. Net als in de eerste helft, in de beginfase, ook van de tweede helft. Bangma kan simpel plukken naar de kopbal van Chris Tiesinga. Weer de gasten, bijna Talens, de ex-ACV'er. Maar Rick Mast verdedigt op tijd. Achilles verdient wel een punt, minimaal eigenlijk, tegen de koploper uit Haren. Speelt aardig, hier Traoré. Die krijgt een schop van Tiesinga en Tiesinga moet er vanaf met zijn tweede gele kaart. Achilles met 11, Biekwik met 10. Ja, dan zijn er toch mogelijkheden, zou je denken. Hier gaat Farahouni, één man kwijt. Oh, de tweede met een schaar kwijt en dan een schot die wordt gepakt door Boering. Ja, prima actie van Farahouni. Hij heeft het lef ook om de actie te maken. Nog 20 minuten, Kareman. Nee, hij heeft het succes niet aan zijn zijde. Farahouni maakt de actie. Leidt balverlies. Ja, dat mag eigenlijk niet op die positie. Doe het dan ver op de helft van de tegenstander, maar niet op eigen helft. Djababu, hij profiteert optimaal, want hij schiet de 0-2 binnen. Uitgerekend de man die de afgelopen seizoenen bij Achilles 1894 speelde. En deze zomer verkaste na Biekwik, haalt de trekker over en beslist het duel. Vermoedelijk 0-2, bang maar geklopt. Want er is nog zo'n 10 minuten. Eén goal zou de spanning weer terugbrengen. Komt hij hier? Misschien bij de invaller. It's Hanema. Maar die heeft het vizier niet op scherp. Wel komt er nog een corner. Die wordt genomen door Van der Molen. Blijft dan wat hangen en Schutte haalt uit, maar mist. Het blijft bij 0-2 en de conclusie is helder van Theo ten Kaat. Kijk, dat we scorend vermogen missen is duidelijk. Karremans komt elke keer in de dubbele dekking terecht. Karremans krijgt geen kans meer. Andere spelers krijgen kansen en die moeten dan gaan scoren. En wanneer die niet in staat zijn om te scoren, ja, dan blijft het scoren een probleem voor ons. Niet alleen in de afgelopen weken, maar ook in de komende periode die na de winterstop gaat volgen. En dan de stand in de hoofdklasse C. Biekwik 1887, dus winterkampioen.
En voor de Drentse clubs moeten we naar het rechte rijtje. Op de 8e plek MSC, op de 12e Alcides en op de 13e Achilles 1894. Onderaan Richters Bleek met 5 uit 13.